een lightsaber vechten. Ja, inderdaad, uit de Star Wars films. Ik doe dit al echt sinds ik ongeveer zo groot ben als die lightsaber zelf. Ja, maar dan doe je het in je achtertuin met vriendjes en je bent maar een beetje heen en weer aan het zwaaien. Ik leer filmvechten, als het ware. Dus je gaat verder geen armen afhakken of heel overdreven iemand proberen pijn te doen. Het is alleen maar kijken of je iemand aan kan raken met je lightsaber. Iedereen heb ik een blauwe lightsaber gegeven, maar omdat jij van Edith Chanel bent, heb ik een rode voor je. Yes. Van wie is de rode in de Star Wars film? Van de slechterikken. Ik dacht, ja, dat is jij. Ik voel me daar ook wel in thuis, moet ik zeggen, ja. Vader en zoon, samen. Ja, klopt. Als kleine zwaan en zo'n klein babyrompertje geklopt. Van Darth Vader. En langzaam is hij erin gerold en meegefilmd. En als wie heb jij nou gevochten vandaag? Wie was jij? Obi-Rob Kenobi. Klinkt heel gezellig. Ja, iedereen in de omgeving noemt me inmiddels al zo. Dus wat. Nee, het hartstikke goed. 8+. 8+. 8+. En mijn acteerskills? 5,5. Oh. Ik dacht dat ik beter was in acteren dan in vechten. Dan vond ik het echt best wel vet. Dus Jedi. Wat heb je?